Ja, mag hem hoor. Ze zitten zo lang. Daar zijn ze, meneer. Ga je hem aanzetten? En die? Nog niet. Nee, oké. Nee. Hier aan de 6 is dan maar. Ja, we zijn bezig met onze jaarlijkse tweedaagse. Voor het eerst sinds 2019. Natuurlijk, corona ging die niet door. Gelukkig nou wel. Veel moeite gehad om vergunning te kunnen krijgen van de gemeente. Maar uiteindelijk, we hebben het hier voor elkaar. Begonnen vrijdag gezellig met een feestje. Hier op het terras. Live muziek erbij. Alle caravans neerzetten natuurlijk op de camping die we hebben. 12 caravans, er waren er 14, dus er staan nog een paar voor de deur. Ja, en sinds gisterochtend, het uurtje of 10, ja, volop aan het spelen. Eerste dag 7 partijen. Gelukkig gisteren grotendeels met groot weer. En ja, vandaag gaan we verder met de finale dag. Dus het moet gebeuren. Was het in het verleden niet zo dat er een nacht van Almelo was? Er was altijd een nacht, dat klopt. En dan werd er 's nachts doorgespeeld. Maar de belangstelling werd er minder voor. De leeftijd, gemiddelde leeftijd, wordt ook steeds hoger. Dus we hebben gekozen om het goed te houden. En dat we gewoon een goede bezetting hebben. En dan moet je naar de dag toe. En dan wordt er nog laat genoeg trouwens. Hoe zit het met de deelname? Er zitten op bijna 40 teams. Helaas op het laatste moment een paar afmeldingen. We hadden er nog 2 of 3 kunnen gebruiken. Maar goede aanmeldingen. Ja. Dus wij kunnen volgend jaar ook meedoen? Jullie kunnen volgend jaar graag nog meedoen. We hebben nog een paar plekjes vrij. We kunnen tot 42 teams. Betekent dat er ook buitenlandse belangstelling is? Ja, veel Duitsers. Dus daar hebben we een grote club altijd van. Een groot gedeelte uit Noord-Holland, maar ook verder. Hannover, onder andere, wat ik heb begrepen. Veel mensen uit het westen, dus lekker breed. Kun je iets vertellen over het niveau van de wedstrijden? Het niveau is behoorlijk hoog. Zeker, we zijn nu met die finale pools bezig. Zeker de A-pool, goed niveau. Een aantal mensen die landelijk hoog niveau spelen. Dus lekker. Maar aan de andere kant, iedereen kan op zijn niveau spelen. Dus ook in de C-pool, net zoveel plezier. Veel deelnemen, je hebt het al gezegd. Betekent dat dat jullie ook regelmatig naar andere clubs gaan? Ja, wij gaan ook spelen veel door het land heen. We spelen een NPC-competitie, we spelen ook een wintercompetitie. We proberen ook regelmatig in Duitsland te spelen. Dus we proberen ook wel als club naar buiten te gaan. Ook om weer je mensen hier naartoe te krijgen. Het is wel eens zo geweest dat mensen hier in een korte broek liepen en met een t-shirtje aan. Maar dat is dit keer niet het geval. Nee, we hebben vandaag wat dat betreft pech met het weer. We hebben net de wedstrijd binnen gespeeld, maar we zijn nu weer lekker buiten. En als we dit houden, dan ja, prima. Maar lekker op het terras zitten, ietsjes minder.